Goedemorgen gemeente. Welkom bij deze kerkdienst van 24 mei 2020. Op 26 oktober 1967 was hier de eerste kerkdienst. De kerkzaal zat helemaal vol. En hoe graag hadden wij dat ook vandaag willen hebben. U ziet het, de kerkzaal is leeg. Het coronavirus houdt ons nog in de greep. Maar dankzij techniek zijn we toch verbonden met elkaar. Fijn dat u afgestemd bent op PG Maasdijk. Volgende week is het Pinksteren. En deze dienst vormt de openingsdienst van de Dorpskerk. Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkdienst Gemist, Kerkomroep en voor de laatste keer via YouTube. In de nieuwsbrief en in Samen kunt u meer lezen over die overstap van YouTube naar Kerkdienst Gemist. Zoals bekend gaat dominee Habakulte Maasdijk verlaten en de gemeente Vlaardingen-Holy dienen. Tot en met 6 september is hij verbonden aan onze gemeente. De kerkenraad treft reeds voorbereiding voor tijdelijke vervanging en bereidt het beroepingswerk voor, zodat er een commissie gevormd kan worden. Na de zegen zit het gebedsteam voor u klaar. Informatie over hoe u hen kunt bereiken komt straks in beeld. Tot slot, de collectes. Zoals gebruikelijk zijn deze voor de diaconie en de kerk. U begrijpt dat bepaalde kosten gewoon doorlopen, dus beide collectes zijn van harte bij u aanbevolen. Wij wensen u een hele gezegende dienst toe. We zijn een ogenblik stil en dragen elkaar op aan de Heer van de Kerk. Vanuit de stilte en in verbondenheid met elkaar spreken we uit tot onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid,
en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Vandaag is het zondag Exaudi. Exaudi, dat betekent hoor. Een roep naar boven. Het is de zondag na Hemelvaart, traditioneel Wezenzondag genoemd. En met Hemelvaart stonden we stil bij die terugkeer van Jezus naar zijn Vader. Zijn leerlingen bleven achter. En voor ons is dit ook een speciale dag, omdat wij vandaag voor het laatst uitzenden vanuit de Hoeksteen. Met alle gedachten en herinneringen die daarbij horen. Ik lees enkele versen uit Johannes 17. En dat is als het ware de afscheidsrede van Jezus. Voor zijn dood, voor zijn opstanding, voordat hij naar zijn Vader ging, sprak hij een gebed uit voor de gelovigen. Johannes 17, vers 6 tot 8. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard. En nu begrijpen zij dat alles wat u mij hebt gegeven van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven. Zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben. En ze geloven dat u mij hebt gezonden. Ja, Jezus gaf de woorden van zijn Vader aan de mensen door. En wij zijn leerlingen, de gemeenschap van de kerk, wij bewaren zijn woord. En dat mag ons richting geven in de veranderingen, in afscheid. Het verhaal gaat door, het woord gaat mee. In de Hoeksteen, in onze dorpskerk, hier in Maasdijk of in Vlaardingen. Met alles wat ons vandaag bezighoudt, blijven we daarop bouwen. Wij bewaren zijn woord en hij bewaart ons. Zorgen over mij.
Welkom, lieve kinderen, bij het Kinderkerkjournaal van zondag 24 mei. Vandaag zitten we in een lege hoeksteen. En eigenlijk is dit ook de laatste keer. Afscheid nemen is nooit leuk, maar wel de herinneringen. Oh, kijk, Olga. Hier, de startdienst. Gezellig bij elkaar om leuke dingen met elkaar te doen. Het thema is een goed gesprek. En kijk, als de startdienst was geweest, dan gingen we al gauw weer naar het kerstproject. Wat hebben we geknutseld? Een mooie kerststal. Heb jij hem nog staan? Ja. En dan, als het Jezus geboren was, hadden we ook nog het kerstspel op kerstavond. Zo schattig, moet je kijken. Oh, kijk, en hier het paasproject. Met elkaar in gesprek en om naar Pasen toe te gaan. En dan, na Pasen, hadden we vaak nog de kinderdienst. Dan mochten we zelf de hele dienst in elkaar zetten. En we hebben een keer een thema gehad, het vriendenboek. Dikke vrienden met God, want God zorgt altijd voor ons. En waar zie je hem allemaal in? Dat hebben we toen besproken. Oh, en hier, de brugdienst. De kinderen van groep 8 nemen afscheid en gaan de brug over naar de jeugdkerk. En ja, de kaars, die ging mee. Het licht ging de kerk uit naar de kinderkerk. En dan, als de kinderkerk weer klaar was, kwam het licht weer terug. Het lichtje van God is altijd bij ons. En ook nu, als we deze kerk uitgaan, gaat het licht mee op weg naar een nieuw begin. Ik ben het begin en ik ben het eind. Ik ben er altijd al geweest en zal er altijd zijn. Nergens ben ik niet, ik ben overal. De maker van het leven, de God van het heelal. De maker van het leven, de God van het heelal. Ik ben het begin en ik ben het eind. Ik ben er altijd al geweest en zal er altijd zijn. Nergens ben ik niet, ik ben overal. De maker van het leven, de God van het heelal. De maker van het leven, de God van het heelal. Misschien toch wel het meest, wanneer je in de Bijbel over Jezus leest. Want Hij is mijn Zoon en ik ben in Hem. Dus als je Hem leert kennen, weet je wie ik ben. Als je Hem leert kennen, weet je wie ik ben. Als je Hem leert kennen, weet je wie ik ben. We gaan op naar een nieuw begin. Thank you.
Laten we bidden. Zo, God, Hemelse Vader, komen we samen. Op al die plaatsen waar we zijn, in onze eigen huiskamers of hier aanwezig, toch zijn we samen in uw naam. Voor een moment verbonden aan deze ruimte. De kerkzaal hierachter. En dan mochten we horen het thema van deze zondag, Exaudi. Hoor. Samengekomen om te horen, te luisteren naar wie u bent. In uw liefde voor mensen. Een horen dat zoveel jaren lang in deze kerkruimte heeft geklonken. De samenkomst die we met elkaar hebben gedeeld, gevierd. Waarin momenten van vreugde, maar ook van verdriet zijn geweest. Opnieuw, maar nu voor het laatst. In deze ruimte samen, in uw naam. Om te horen, te luisteren naar wat u tot ons, tot de gemeente zegt. Amen. Schriftlezing voor morgen is uit 1 Petrus 4, de versen 12 tot 19. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat zij God niet gehoorzamen? Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan Hem, op wie wij mogen vertrouwen, omdat Hij ons heeft geschapen. Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In een van mijn commentaren lees ik de volgende opmerking, die ik in eigen woorden en vertaald weergeef. De eerste brief van Petrus is een betekenisvol geschrift binnen de kanon van het Nieuwe Testament. Jammer genoeg is het in de kerk, aldus het commentaar, lange tijd onopgemerkt gebleven, genegeerd. De eerste brief van Petrus verdient zoveel beter. Het is zeer relevant voor een kerk die lijden ondervindt. Einde citaat. Die laatste woorden blijven bij mij hangen. De eerste brief van Petrus, zeer relevant voor de kerk die lijden ondervindt. De schrijver heeft immers de bedoeling, ook vorige week heb ik daar iets over gezegd, om de christelijke gemeente een hart onder de riem te steken. Juist op het moment dat zij lijden, moeite ondervinden, zijn woorden bemoedigen en zet de moeite die de gemeente ondervindt in ander, breder perspectief. En ik benadruk het nog maar een keer. Wij hebben de brief niet bij onze situatie uitgekozen. Deze eerste brief van Petrus heeft ons gevonden en biedt in een moeilijke tijd de gemeente van Christus anno 2020, biedt in een moeilijke tijd de protestantse gemeente van Maasdijk troost. De brief, zo lees ik verder in het commentaar, is waarschijnlijk ontstaan ergens rond 70, 100 na Christus. Een periode waarin de jonge christelijke gemeente zich verder ontwikkelt. Maar ook, ze zijn een vreemde eend in de bijt. Vreemde eend van de toenmalig godsdienstige wereld. Niet de Griekse goden. Niet de keizer. Zij vereren een zekere Jezus Christus, die volgens Romeins recht als misdadiger is gekruisigd. Christianoi. Het is dan ook de scheldnaam uit het begin die het christendom haar naam geeft. Naam waarvoor we ons dus niet hoeven te schamen. Zoals we lazen in de brief van Petrus. Naam die we tot eer van God mogen dragen. Christianoi. In die naam ligt dus ook iets van de pijn uit het begin opgesloten. De eerste christenen, ze worden met de nek aangekeken. Uit ambten, functies, gezet, ontslagen. Later, en daarvan heeft de schrijver dan nog geen weet, zullen er grootschalige vervolgingen, martelingen plaatsvinden. Te gruwelijk om hier te noemen. 1 Petrus, brief voor een kerk in verdrukking. Mogen we onze situatie, zo vraag ik me af, de situatie van vandaag, wel vergelijken met de pesterijen, het hoongelach, de economische sancties en strafprocessen uit de eerste eeuw van onze jaartelling. Mogen we onze situatie, waarbij het afscheid van de hoeksteen centraal staat, wel vergelijken met wat geloofsgenoten in die tijd moeten doormaken? Iedere tijd kent zijn eigen leed. En het raakt soms diep. Voelt voor een moment of langer hetzelfde. En dan nog maar een keer. De eerste brief van Petrus hebben wij niet voor vandaag uitgekozen. Deze brief heeft ons en onze situatie gevonden. En hoe bijzonder is dat? Op zondag ex audi. En dat betekent hoor, luisteren we naar de schrijver en hoor wat hij ons vandaag te zeggen heeft. Geliefde broeders en zusters,
Wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Gemeente, wat zal ik daaraan nog toevoegen? De amaryllis is familie van de narcis. Amaryllis heeft een stralende, prachtige kleurenspel als die open is gebloeid. Maar nu nog zit hij in de knop. Deze amaryllis, zoals we die zojuist ook hebben neergelegd bij plekken waar we herinnering hebben, heeft en herbergt in de knop onze dierbare herinneringen aan dit kerkgebouw. Aan deze ruimte waar we 53 jaar lang als gemeente zijn samengekomen, hebben gevierd, gezongen, gebeden, geluisterd. Herinneringen in de knop die straks in het nieuwe kerkgebouw opnieuw tot bloei mogen komen. We gaan danken en bidden. En in ons gebed staan we ook stil bij een huwelijksjubileum. Klaas en Jannie Bouwsema zijn komende week 55 jaar getrouwd. Laten we bidden.
Trouwe God, Vader in de hemel, wij komen tot u en vertrouwen ook vandaag ons leven aan u toe. Help ons om voor u te leven. En wij danken dat u ons nooit alleen laat. Heer, wij bidden en ontferm u over ons vandaag op deze dubbele dag, tijdens deze laatste online kerkdienst vanuit de Hoeksteen. Zo afscheid te moeten nemen, het voelt voor velen van ons dubbel. Verdrietig of pijnlijk. En tegelijk kijken we ook verwachtingsvol vooruit naar die eerste stappen in onze dorpskerk. In alles wat deze tijd van verhuizen bij ons oproept, Heer, wees bij ons. Vader, zo bidden wij, draag onze gemeenschap. Wij bidden en danken voor onze kerkenraad en het werk dat zij verzetten in deze gemeente. Wij vragen uw zegen voor hen. Wees bij allen die in de komende tijd afscheid nemen van hun taak in de pastorale raad, in de diaconie, in het jeugdwerk of als kerkrentmeester. Zo bidden wij ook voor onze predikant en zijn gezin. En tegelijk bidden we tot u als hoofd van onze gemeenschap. Wilt u ook voorzien in nieuwe helpende handen? Voor mensen met gaven en talenten uit ons midden, die zich geroepen voelen tot een taak of een ambt in de gemeente. Ten opbouw van onze gemeenschap, een gemeenschap die een licht mag zijn hier in Maasdijk. Heer, wij bidden voor geloofsgemeenschappen wereldwijd, voor allen die onder de huidige beperkingen zoeken hun geloof uit te leven. We bidden ook voor moslims die in deze dagen het suikerfeest vieren. Vader, wij willen danken voor een huwelijksjubileum komende week. Klaas en Jannie Bousema, Heer, zegen hen. En ook vragen we uw nabijheid voor mensen uit onze omgeving. Wij bidden voor hen in verpleeghuizen of woongroepen. Voor diegenen die al zo'n lange tijd het bezoek van hun dierbaren missen. Voor de verzorgingscentra hier dichtbij, waarin het coronavirus momenteel heerst. Wees bij allen die daar wonen. Heer, u kent de namen van mensen die ernstig ziek zijn in ons midden. En van mensen voor wie om allerlei redenen de stilte zwaar voelt. We brengen onze eigen gedachten in stilte bij u. Heer, en zo bidden wij u, die ons thuis bent, ga met ons in stille kracht deze week. In de naam van Jezus. Amen. Thank you.
Gaan we zo van hier en dragen de zegen die God ons geeft. De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij naast u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer zij in u, om u te troosten als u verdriet hebt. Hij omringe u als een beschermende muur, waaraan anderen... Hij omringe u als een beschermende muur, wanneer anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u, om u te zegenen. Zo zegene u God vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen. Hem zijn we veilig, voor hem gaan we.